Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van zaterdag 13 oktober van Weerplaza. Het is een bijzondere 13 oktoberdag. Het is zeer warm op het moment met 16 tot 18 graden. De zon die schijnt vanochtend veelvuldig en aan het einde van de ochtend ligt de temperatuur tussen de 20 en de 22 graden. En met vanmiddag 24 tot 27 graden in het oosten van het land is het record warm voor een 13 oktoberdag. En bovendien is het nog nooit zo laat in oktober zo warm geweest. Daarbij staat een matige zuidelijke wind, windkracht 3 tot 4, boven land. Morgen dan wordt het ook nog warm met 22 tot 25 graden. Maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe. En in de middag en avond vallen in het westen een paar buien. De wind blijft matig vanuit het zuiden waaien. Op maandag is de warmte verdreven en dan wordt het 16 tot 18 graden. In de ochtend is het bewolkt en regenachtig, in de middag knapt het op en er staat een stevige wind vanuit het zuidwesten. Dinsdag is een droge dag met 17 tot 19 graden en af en toe zonneschijn en een stuk minder wind. Woensdag vallen er ook een paar buien en wordt het 17 of 18 graden. Ik ben Diane Woei van Weerplaza.